Goedendag. De afgelopen weken was het weer warm, maar toch ook wel wat wisselvalliger na die lange droge periode die we hebben gehad. En die warmte voelt ook echt wel anders aan. Het was meer benauwd. Nou, de grote vraag is volgende week. Houden we dit warme en wat benauwde weer? Of wordt het weer droge warmte? Of wordt het helemaal wisselvallig? Ik kan u dat het beste laten zien met de kaart van het Amerikaans model. We zien lage drukgebieden boven de oceaan. En wij hebben nog steeds hier te maken wel met een soort van uitloper van een hoge drukgebied. Maar ook met een neerslagstoring boven Frankrijk donderdagochtend. En die neerslagstoring die gaat over Nederland trekken. En die gaat ervoor zorgen dat er heel veel regen gaat vallen in Duitsland. Maar ook in het zuidoosten van het land. En dat betekent dat we morgen ook een waarschuwing uit hebben staan voor het zuidoosten. Dat door heel veel neerslag, 40 tot 50 mm... en misschien lokaal wel wateroverlast kan gaan ontstaan. Daarna gaat die rug van hoge luchtdruk weer opbouwen. En dat betekent vrijdag en ook in het weekeinde dat het heel rustig weer gaat worden. Maar daarna zien we ook op zondag dat vanuit het westen weer een storing dichterbij kan gaan komen op nadering van een lage drukgebied. Die storing hoort bij dat lage drukgebied. En die depressies, die lage drukgebieden, die krijgen wel wat meer invloed op ons weer volgende week. En dat betekent dat het toch af en toe wel wat wisselvalliger zal zijn, maar dat de temperatuur op zich heel vaak aangenaam is met waardes tussen 20 en 25 graden. Maar helemaal droog, dat zal het niet blijven. Ik zet de animatie nog even verder aan. Dit was die storing dan op zondagavond. Dan komt er weer eventjes een uitlopen van een hoge drukgebied, maar weer een volgende storing komt er dichterbij en die zou dan halverwege volgende week weer voor wat buien kunnen gaan zorgen. Kortom, het wordt allemaal iets wisselvalliger. De kracht van het hoge drukgebied in onze omgeving neemt in ieder geval wat af. Ik ga nog even terug naar die neerslag voor morgen, want die is toch wel noemenswaardig. Dit is de neerslagaccumulatie, de hoeveelheid millimeters die morgen in de loop van de dag gaan vallen. En dan zien we dat er toch significante waarden zijn. 40 tot 50 millimeter, die paarse kleur, dat is zomaar mogelijk in het zuidoosten van het land. Dit is één van de weermodellen die we daarvoor kunnen bekijken, het harmoniemodel. Er zijn ook modellen die neerslagrand wat meer hier hebben liggen en dat het midden van het land vrijwel droog blijft. Nou, dat wordt nog een beetje spannend hoe dat gaat lopen. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. In het noordwesten van het land, daar blijft het in ieder geval waarschijnlijk wel droog. En zijn er ook zonnige perioden. Die verschillen kunnen ook al heel groot zijn in Brabant bijvoorbeeld tussen west en oost. Het ziet er als volgt uit op de kaart. Temperaturen nog steeds boven de 20 graden. In de zon en de droge gebieden, daar wordt het wel 23, 24 graden. In het zuiden van het land 21 tot 23 graden eerst. Maar als het dan gaat regenen in de loop van de ochtend, dan gaat die temperatuur wel iets dalen. De wind heeft een noordelijke voorkeur. En vrijdag, dan is eigenlijk al die neerslag weer verdwenen. En dan wordt het een droge dag, een zomerse dag ook in een groot deel van het land. Met flinke zonnige perioden. Dat komt natuurlijk door het hoge drukgebied wat we weer zien opbouwen. Dat hoge drukgebied dat komt ook terug in het weekeinde. Dat wordt gewoon een mooi weekend, zaterdag en zondag, met heel veel zon en misschien wel wat hoge temperaturen. En dan kan het weer wat benauwd worden. 27 tot 29 graden in het midden van het land. Ik ga er zelfs vanuit dat zondag in het zuiden van het land het misschien wel weer lokaal tropisch kan gaan worden. Dus dat is erg warm. Na het weekeinde iets van daling van temperatuur. Dat heeft alles te maken met die westenwind die wat meer op stoom gaat komen. Dus af en toe ook zo'n storingje brengt, want ook op maandag kan er best lokaal een bui gaan vallen. Laten we ook de pluimen er even bij gaan pakken. Laten we eerst naar warmte gaan kijken. Tropische dagen en zomerse dagen. De bovenste grafiek laat de kans op zomerse warmte zien. Temperaturen boven de 25 graden voor het midden van het land. Nou, aan het begin van de termijn donderdag, maar ook zaterdag en zondag is die kans nog wel erg groot. Daarna wordt dat geleidelijk aan minder. En voor zondag zien we zelfs de optie voor een tropische dag, dat die toch nog wel 25% is in het midden van het land. In het zuiden van het land is die kans boven de 50%. Temperatuurprofiel dan? Nou, dan zien we toch wel duidelijk dat die temperatuur wat lager gaat uitpakken geleidelijk aan. Maandag en dinsdag zitten we nog echt wel rond die 25 graden, maar daarna wordt het wat lager, hoewel er ook nog wel duidelijk marge aanwezig is, want het zou ook nog zomaar wat warmer kunnen uitpakken. De zon is natuurlijk heel krachtig en als er wat minder bewolking aanwezig is, gaat die temperatuur flink omhoog. Wat we ook heel duidelijk kunnen zien, dat zijn de neerslagkansen. Die gaan volgende week toch wel toenemen. De kans op neerslag vanaf woensdag, die gaat toch wel richting
de 50%. En dat betekent dat we toch wel serieus rekening moeten houden met buien. U kunt zich voorstellen voor morgen, donderdag, dat dit voor het midden van het land op zich meevalt. Maar voor het zuidoosten van het land ligt die kans wel ongeveer hier 80-90%. Nou, dat heb ik u verteld. Er is een apart weerbericht opgenomen over de situatie morgen. Die kunt u ook op onze YouTube-kanaal vinden. Fijne dag.